ga doen is, ik zet vinger 1 op de bovenste snaar eerste vakje, vinger 3 op de vijfde snaar derde vakje en dan tokkel ik dit figuurtje. Dus ik speel snaar 6, 5 en 4 en ik eindig weer op de bovenste snaar, snaar 6 en dan ga ik verder naar de tweede vorm, dat is deze. En wat speel ik hier? Een barreetje met de wijsvinger op snaar 5 en snaar 4 in het tweede vakje. En de ringvinger staat op de bovenste snaar 4e vakje. Dus je speelt dan weer 6, 5, 4 en weer de bovenste snaar. En dan ga ik naar het E-akkoord heen en dan ga ik een soort tokkelpatroon spelen. En dat mondt dan uit in het tweede stukje. En dat ga ik ook nog even zo doen, maar eerst dit even. Daar gaat hij. Dan zet ik de pink tot slot erbij. Dus nog een keer. Nou, dat is dus eigenlijk snaar 5, 4, 3, snaar 4 weer, snaar 3 weer, de tweede en dan de pink erbij op de tweede snaar. Nog even achter elkaar. Nu kom je op het tweede stuk terecht. Dat bestaat uit 4 akkoorden. De A mineur, dat is deze. En dan gaan we vervolgens naar een C akkoord. Dan gaan we naar een akkoord, een afgeleide van een G akkoord. Dit is een G5. En ik speel straks bij het tokkelen tot de tweede snaar. Dus dat is niet de onderste snaar, maar de ene onderste. Dit is de G5. En dan het laatste akkoord wat ik straks speel is de E mineur. Ik zal nu per akkoord laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Het eerste akkoord was dus de A mineur. Ik strijk het akkoord van snaar 5 tot snaar 2. Dan heb ik de wijsvinger er nog af en op het laatst zet ik die bij en dat noemen ze een hamertechniek. Maar je hoort het wel, dus luister maar eens goed, daar gaat hij. Nog een keer. Wat doe ik nu? Nogmaals, dus ik hamer. En dan ga ik de volgende snaren spelen. Met mijn rechterhand, met de plectrum, daar gaat hij. Dan speel ik dus snaar 3, 4, 1, weer 4. En dan krijg je weer die hamer. En dan maak ik een los figuurtje van. Dus kijk maar even mee met de linkerhand. Dus ik benader het een beetje als een solootje. En dan ga ik verder. Dus nog een keertje aan elkaar. Ga ik naar het tweede akkoord, dat is de C. Doe ik min of meer dezelfde dingen wel, maar dan speel ik eerst het C-akkoord. Dus hier speel ik gewoon het C-akkoord. En dan speel ik de snaren 2, 4 en 1 weer. En weer terug naar 4. En dan krijg je weer zo'n hamertje. Dat is van 0 naar 2 op de derde snaar. En dan speel ik nog de tweede daarachter. Dus let maar even op het figuurtje waar ik doe. Nog één keer. En dan ga ik naar het derde akkoord. En dan neem ik eigenlijk vinger 2 mee zo naar boven. En dan zet ik het derde akkoord neer, dat is de G5. Die speel ik eerst tot snaar 2. En dan speel ik weer snaar 2, snaar 4. En dan de onderste, daar moet je de pink nog voorbij zetten. Dus die kun je er in principe ook direct bij zetten. Ik zal het nog een keer doen. Dan ga je weer naar de D-snaar, dat is snaar 4. Dan ga ik met de wijsvinger snaar 3 spelen en dan vakje 2 en de losse snaar. Dus nog een keer vanuit die G5. En dan eindig ik met een E-mineur. En dan speel ik de snaren 4, 5. En dan speel ik nog de laatste figuur. Dat is een figuurtje met snaar 2 en 3, dat is een tweeklankje. Je speelt eerst de losse snaren. En dan zet ik nu op de eerste vakje van snaar 2 een vinger en op de tweede van snaar 3. En dan slide ik hem straks 2 vakjes naar achteren. Daar gaat hij. Dus in zijn geheel is het.
bedankt voor het kijken naar deze videoles. Ook al was het niet een heel makkelijk nummer dit keer. Ik wens jullie veel succes met het oefenen en tot de volgende keer maar weer.